Hallo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik samen met hem mee naar de grootste kringloopwinkel van Nederland, namelijk Rattaplan in Den Haag. Dit wordt een budget challenge, ik heb er zo ontzettend veel zin in en ik neem jullie mee. Allereerst wil ik Anne-Louise heel erg bedanken voor het sponsoren van dit deel van de video. Alle sieraden die ik vandaag draag zijn van Anne-Louise. Ik heb onder andere deze nieuwe ring. Echt, oh, hij is zo mooi. Ik heb deze oorbellen in en deze prachtige ketting. Ik ben zo blij dat ik een jaar lang ambassadrice ben van Anne-Louise. Ik draag eigenlijk alleen maar hun sieraden, dus ik ben heel erg blij met deze samenwerking. Ja, en ik heb 20% korting op hun summer sale. Dus check het linkje in de beschrijving om de kortingscode te krijgen. Tijd om naar de trein te gaan. Let's go. We zijn er. We zijn gearriveerd bij Rattaplan. Het is best wel druk. Zoals we kunnen observeren hier. Heel de parkeerplaats staat vol. Ja. Vol, vol. Anyways, wij gaan een outfit zoeken. Ja. Voor 15 euro. In totaal. Allebei één outfit. Allebei één outfit. Voor onszelf. Voor onszelf. Wish us the best of luck. And we got this. En we gaan nu weg. Go. Oh, mijn intro nog even. Ja. Succes. Let's go. Let's go. Ro. Nu al? Is het met schoenen? Ja, we proberen het wel. We proberen gewoon echt een hele auto van 150 euro. Maar hij lijkt me shoot. Succes. Oké, ik weet dus nog niet wat voor outfit. Ik weet alleen dus dat het onder de 15 euro moet komen. Logisch. Een jurk is dan altijd wel makkelijk. Omdat dat dan eigenlijk een hele outfit is. Kijk, wat moet er nog meer? Meen ik, waren dus net bij een vintage winkel. Heb ik niet gefilmd. Maar toen zagen we dus dat een paspop had zeg maar een sjaal aan als top. Nou, dit kan dus niet met dit. Maar ik vond het best wel een leuk idee. Als hier een leuk sjaaltje is. Bijvoorbeeld dit. Het is lekker zomers. Nee. Update. Tot nu toe gaat het niet zo goed bij beide partijen. Nee. Slecht zelf. We zijn gewoon ontleerd. Ik ben al zo lang mee geweest. Wat is dit? Luister. Jawel, het is net als fietsen. Dit verleren we niet. Kijk, dit was een echt een hele simpele. Auw. Tot het erop zag, je dat? Ik heb aan die kant alles bekeken. Aan deze kant alles bekeken. En de bijna laatste jurk is misschien een optie. Oh, zie ik nou? Oh, dat is met je haar. Het is een bruine maxi jurk. Ik weet de maat niet, want die is er uitgeknipt. En die is 4,50. Dan kan ik misschien wat losgaan met accessoires. Er zijn ook wel eens wat satijnen jurkjes achter bij de pyjama's. Dus daar ga ik nu even kijken. Deze is echt heel leuk. Echt hele mooie kwaliteit trenchcoat. Nu nog iets eronder vinden. Even bij de tops kijken. Het is echt niet geweldig. Kijk zo. Ik was op zoek naar de pyjama's, maar ik kom de tassen tegen. En toen kwam ik deze tegen. Die heeft bruine details. En ik kan dus ook een beetje een strandoutfitje van maken. 3,75. Oké, okay, neem ik ook mee. Kijk, alle kleding met een zwarte sticker, 1 euro. Dus als ik hier iets kan vinden, is dat budgettechnisch ook wel heel erg handig. Dus ik vind het... ja, ik heb al iets waar ik een beetje naartoe werk. Maar ik zou het zonde vinden als ik hier niet even kijk. Dus, let's go. Deze is echt gewoon chill. Dit is gewoon wat ik nu aan heb. En hij is een beetje verwassen, misschien. Oké, okay, ik heb hem even teruggehangen. Want ja, één topje om daar weer een hele outfit bij te bedenken is een beetje lastig. Terwijl ik al iets heb. Dus als ik echt iets vind waarvan ik denk, ja, hier moet ik op doorgaan. Alleen dan doe ik het. Ik heb niks gevonden bij die 1 euro dingen. Nu ga ik op zoek naar strandhoed, petje, I don't know. Waar liggen de hoeden? Sjaaltje misschien voor aan mijn tas?
Ik wilde even kijken hoe dit hoedje stond, maar toen zag ik deze tas. Er zit ook wel wat bruin in. Die is misschien wel een stukje leuker. Nou, dit is, het is een hoedje van de Zara, dus je zou denken, kan modieus zijn. Hij kan ook gewoon 4 maten te klein zijn. Ik ben dus lekker rood. Dat komt door deze prachtige waskamer. Er was een slechte start. Maar ik denk oprecht dat het gelukt is. Ik weet alleen niet onder het budget. Want ik heb dus een jas gevonden. Die jullie zagen. Die is al 10 euro. Dus vond ik deze te leuk tas. Echt leuk voor boodschappen op het strand. Ik vond hem echt geweldig. Ik denk dat hij er ook wel echt bij past. Deze is 3,50. Die zit er eigenlijk al 13,50 euro. Dan vond ik deze hele harige. Harige kooltrui. Maar ik dacht, je kan nooit verkeerd gaan met een kooltrui. Weet je, wel een beetje warm. Maar als je het een beetje kropt. Ja, ik vind het helemaal leuk. Oké, okay, deze heeft dus geen prijskaartje. Dus gratis. Nee. Ik heb ook nog zo'n effe wit topje gevonden. Ik dacht, dat is altijd goedkoop. En altijd gewoon wel cute, weet je wel, voor daaronder. En zie je, deze is 1,25 euro. En dan vond ik dus deze broek. Oh, er zit echt vette vlekken op. Nee. Oh, dat is echt jammer, want hij is wel echt heel nice. Echt zo'n stoffen beige broek. Die denk ik echt perfect staat. Alleen, ja, ik had die vlekken dus niet gezien. Kijk, hier is het geel. Deze is 3,95 euro. Deze hele aparte schoenen. Ik vond ze eigenlijk vet nice. Ik weet niet wat ik van de bovenkant vind. Deze zijn 4,50 euro. Dus ook niet heel veel. Ik vond ook nog deze super hoge hakken. Ik ben niet iemand die zulke hoge hakken draagt. Maar ik dacht met de look vond ik het echt heel cool. En maar 4,75 euro. Dus we gaan het gewoon passen. Het is mega donker hier. En ik ben een beetje bang dat het een beetje te simpel is. Gewoon een jurk, schoenen en een tas. Maar eerlijk, 15 euro is best wel lastig. Want ik voorheen, nou pak een beet 3 of 4 terug. 2 jaar terug misschien ook zelfs nog. Was het allemaal nog wat goedkoper en zo. Tasjes 1 euro, 2 euro. Dus ja, ik heb nu tassen van 4 euro en 3 nog wat. Ik moet even kijken. Ik weet ook niet hoe duur de schoenen zijn. Shit. Oké, de schoenen zijn 4,95 en je ziet het niet echt. Maar dit zijn ze. En de gesp is dus dat donkerbruin wat dan weer in de jurk terugkomt. Dus ik vind het moeilijk. Ik vind het echt super moeilijk. De broek past. Ik vind echt nooit broeken in mijn maat in de kringloop. En deze past gewoon. En ik heb die schoenen aan. Ik vind ze echt heel funny. Het topje ga ik dus onder mijn BH doen. Dat het zeg maar een beetje een cropped look is. Nou, ik zit echt niet op 15 euro. Oké, ik had dus gehoopt dat ik leuke slippertjes zou vinden. Maar die heb ik dus niet gevonden. En nu zijn het een beetje chic hakjes. Dus ik ga wel voor de eerste tas. Deze dus. Zo. Super summer chic on a budget. Ik vind het jammer, maar het wordt toch deze. Want qua outfit, jullie zullen het zo meteen helemaal zien, is het veel beter. Ik vond mijn eigen zonnebril in de tas. Ik heb niet gekeken voor een zonnebril, moet ik eerlijk toegeven. Maar stel deze zelf van 3 euro zijn, zijn zonnebrillen misschien 2, 3 euro. Dus het zou nog binnen budget passen. Ja, kijk hoe nice. Naar mijn jacht. Mijn jacht. Wauw. In schoenen? In Saint-Tropez. Van hier. En dan heeft mijn man heeft heel veel geld. Wat een mooie broek. Maar waar is die flik dan? Hier. Helemaal geel. Ja. Ja. Maar zeer goed geslaagd. We hebben het echt goed. Ik had geen hoop. Ik heb Oh, je hebt ook hakjes. Ja. Dat zijn leuk. Die doen mij denken aan die bruine van jou. Die bruine te maken. Nee, ja. Ik heb wel bloed heen met die kooltrui. Kijk dan, we hadden geen hoop, maar kijk dan, op hoeveel euro zit jij? Ja, net geen 15, maar echt gewoon misschien 75 cent. Oh echt? Oh, ik zit wel duur. Ja, dat is niet de challenge, dus wie heeft er gewonnen? Jij hebt gewonnen, maar ik moet wel zeggen, we hebben het echt goed gedaan. Jammer dat het zo duur weg is. Ja, vind ik ook jammer. Een outfit vinden onder de 15 euro. Met dat schoenen. Dat is zoveel duurder geworden. Ja, het is echt duurder. Want ik heb letterlijk maar 3 items aan en ik zit op 15 euro. Ja. Oh ja. 23 euro, maar wel echt een hele outfit. Ja, met dat is waar. Schoenen, dat is jas, waar. Top.
Maar je hebt natuurlijk een jurk. Ja, maar ik ging voor een jurk, omdat dan is mijn outfit, dan heb je je basis, zeg maar. Sorry, maar ik ze weet. Een leuk topje. Leuk ja, topje. Money, where my boy. Kijk, deze broek. Hele mooie broek. Waarom zit er een vlek? Ja, kan je hem niet wassen? Weet ik niet. Nou, het kan er denk ik wel uit. Denk je? Je kan maar voor 3,95 kan je het wagen, toch? Had je andere schoenen? Ik had een andere tas. Oh, dan ga ik weer. Oh. Ja, ik ben er weer. Maar waarom heb je die niet gedaan? Omdat ze veel te hoog zijn. Oh ja. Maar ik hoef toch even passen. Kijk, dit is meer ME die naar het strand gaan. Maar er ligt op een strandlaken. Die van net ging op een jacht zitten. Oh, kijk hoe lang je bent al. Oh. Kijk hoe hoog dit is. Heel hoog. Is ook mooi hoor. Wauw. Ja, toch? Ja. Wat is dat mooi? Oh, mijn schoenen zijn 3,95. Ik heb 4,95 gezegd. Dus ik heb weer een euro erbij. En wie heeft gewonnen? Qua challenge. Nou ja, qua challenge. Maar welke outfit vinden jullie leuk? Ja, laat het ons weten in de reacties. Want dit is meer boring. Dit is wel meer... Ja. En vinden jullie zeg maar met deze schoenen mooi? Of die? Is wel meer gedurfd. Heel gedurfd zelfs. Welke zijn meer gedurfd? Deze. Loop met je op. Ik ben in mijn nek. Ik vond deze ook best wel cute, maar hij zit heel veel haar op. Ja. Dus waarschijnlijk was het kattenvrouw. Ja, herkenbaar voor mij dus. Ja. Ik vind het een hele ik mooie Ik ben trots op ons. Ja. Ik was aan het zoeken bij die broek. Ik denk, oh, dat gaan we zo niet gebeuren. Ik was aan het zweten ook, man. Ach, en ik nu ook. Ja, let's go. Oké. Okay. Het was leuk. Heb je ook nog een favoriet item? Van alles? Laat het weten. Inmiddels is het de volgende dag. Ik vond het echt zo ontzettend leuk met ME. Het is altijd zo gezellig. En de challenge was ook heel erg leuk om te doen. Mocht je nog een leuke challenge weten die we moeten doen, laat het weten. Uiteindelijk heb ik nog de broek gekocht. Puur omdat ik wilde weten of ik de vlekken eruit zou kunnen krijgen. Dus dat ga ik straks proberen. Ik heb hem voor 2 euro gekregen in plaats van 4 euro. Omdat er dus een vlek op zat. Dus dat was wel nice. Dus ik ga het gewoon proberen. Baking soda, azijn. Let's go. En dit was het einde van de video. Ik hoop heel erg dat jullie het leuk vonden. En nog even een reminder dat de 20% kortingscode in de beschrijving voor jullie staat. Voor de sieraden van Ana Luisa. Kijk hoe nice. Dus dat is allemaal in de beschrijving. En dan zie ik je weer in een volgende video.